En hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aankondiging van mijn server, althans een update video meer van hoe het nou met mijn server zit. Afgelopen vandaag is mijn server afgelopen op Minecraft Realms. Ik heb geen beheerder meer voor. Ik heb wel de map gedownload voor op tijd, weet je wel, daar ben ik handig in. En die kun je vanaf nu downloaden op mijn Hitbox pagina, staat hier een heel mooi download linkje. Voor de mensen die zeggen, ah Tim, ik heb nu gesubscribed, maar op je server wel. Ik heb nog steeds, zoals ik altijd al zei, de server is als extraatje. Het is niet van, je doneert, dus nu mag je toegang. Het is van, je doneert en hier geef ik als extraatje het. Dus sowieso, ik heb daar altijd al dat geprobeerd duidelijk te maken. Blijkbaar niet helemaal geluk bij iedereen. Maar vanaf nu, wauw, dat was heel erg mooi. Vanaf nu, voice crack. Vanaf nu kun je, zeg maar, als je gesubscribed bent, zoals Roy, heb ik hier een linkje gemaakt. En dan kun je, zeg maar, je username invullen, je password. En dan maker Tim, poef, Minecraft naam. En als je dan, hij logt meteen in, checkt of je wel de echte hitbox persoon bent. En vervolgens link in mijn database jouw hitbox username aan je Minecraft account. En vanaf dan kun je gewoon inloggen op de survival van iMine-netwerk. Dat is de IP daarvan, dat is iMine.nl. De server IP staat sowieso in de beschrijving. En zolang je dan gesubscribed bent op mijn hitbox, mag je dan in de server van de survival. Dus dat ik met Jordi heb kunnen regelen, dus hope you don't mind that much. Maar... zo. Hallo. Dus dan kun je naar de survival en als het goed is kun je er dan gewoon inlopen. Het is getest, dus het werkte in de livestream vandaag. Dus het werkte gisteren. Dus kun je zo erin en span je ergens random in de wereld. Als jullie gezellig samen een stad willen maken, hou me op de hoogte in de comments. Ik vind het leuk om dat soort dingen te horen. Zeg, jullie vinden een leuk coördinaat. Zoals pi of zoiets dergelijks, weet je wel. Gewoon gezamenlijk een leuk coördinaat zoeken van, hey, hier gaan we wonen en... maak daar een leuke stad of zo. Alle informatie over hoe de survival in elkaar zit. Zoals je kan. Alle dingen. Kun je gewoon in. Je hebt gewoon dezelfde rechten als alle andere mensen die gewoon survival hebben gekocht. Alleen is het grote verschil dat jouw maar abonnement is. Wil je in deze server altijd kunnen komen? Jordi heeft ergens een linkje voor zijn shop. En dan kun je het voor 3 euro permanent kopen. Zoals ik al zeg, het is puur een extraatje wat ik je bied. Het is niet een. Hoe zeg je? Het is niet een. Je bent gesub, dus hier krijg je. Nu krijg je dit. Het is een extraatje wat ik jullie bied. Dus enjoy en zo. Het is gewoon een normale vanilla server met een paar leuke custom dingetjes zoals de Nether. Ik weet niet hoe ik naar de Nether kan. De Nether is zeer uniek. Ga ik het daarop halen. Mag ik het zo noemen? Ja, uniek is wel een mooie woord. Die volledig customized is. Je kan. Je kan gewoon je oors mijnen, je kan gewoon de zombie pigments doden en dergelijke. Maar je kan niet echt blokken breken. Je kan wel de oors breken en dan krijg je de oor. Maar buiten dat zit er niet heel veel in. We hebben ook zoals dungeon chesten ergens. Overal random, recht muis klikken en je krijgt een dungeon chest. Respawn ook over tijd, weet je. Dat is net niet helemaal Minecraft, maar het is zeker een leuke toevoeging. Ook voor mensen die VIP hebben gekocht in de server. Dan heb je, weet je wel, een jukebox met allemaal... leuke muziekjes. Niet dat er copyright op zit, want het is Noblock. Dat lijkt niet eens op elkaar. Maar zo zijn er dus allemaal leuke kleine dingetjes in de server die het allemaal net even iets interessanter maken. Dus, en zo kan ik ook meer jullie bieden. De reden waarom ik ben gestopt met de server was voornamelijk, dat is waarom ik niet de server heb verlengd, laat ik het zo zeggen. De server was sowieso, ik had 3 maanden gedaan als test van, gaat dit werken, het concept? Is mijn community awesome genoeg dat we gewoon een vanilla server kunnen doen zonder allemaal plugins en dergelijke. Want om eerlijk te zijn, ik haat plugins van anderen van het internet gebruiken. Altijd een config die anders is of er zit een bug in die iedereen abused. Duplicatie, et cetera. Daar ben ik helemaal klaar mee. Dus dan wil ik het liefst het zelf maken en daar heb ik gewoon geen tijd voor. Want ik stop al mijn plugin tijd dat ik heb in deze server. Dus ja, waarom dan niet deze server ook gebruiken voor mijn subs en... ja, eventjes gepraat met Jordi en dan hebben we dit kunnen regelen. Dus als het goed is kunnen jullie erin. IP is imine.nl, staat ook hier boven in tab en zo. Dus kom gezellig langs. Hou me op de hoogte van wat je hebt gebouwd. Ik bedoel, in de comments mag je altijd achterlaten coördinaten. Ga ik gewoon langs kijken.
Er zijn nog meer dingen. Voor mij is dat het redelijk wel. Dus ik zeg voor nu bedankt voor het kijken naar deze update video. Hoop dat jullie het niet al te erg vinden. Laat je mening achter. Want daar ben ik altijd natuurlijk benieuwd naar. Van of je dit nou echt helemaal vreselijk vindt of niet. Grootste voordeel. Als je momenteel gegriefd wordt. Of gedingest. Dan gegriefd, bestolen, whatever. Dan kunnen we tenminste zien. Er is een heel admin team dat eigenlijk minstens dagelijks online is. Dat je wilt helpen. We hebben zo'n playerbase van 60 man per dag. Dat zeg maar op toppunt, weet je wel, 60 man online. Dus het is redelijk gezellig. En ik moet zeggen, zelfs met 60 man houdt de server het eigenlijk nog best vol met een goede 19 TPS. Dus het is niet eens laggy. Althans, ik merk persoonlijk 19 TPS niet. Ik bedoel, vanaf 15 kan ik het merken, maar 19? Nee. Voor mij loopt iMine zelfs op 19. Dus ik vind het de beste prestatie wat we hebben geregeld. Dus kom gezellig langs. Mocht je niet kunnen. Voor de mensen die niet kunnen survival kopen bij Jordi, is het ook enigszins een alternatief. Want je kan wel met Ideal betalen met Hitbox. Hè? Dat verhaal. Maar voor nu zeg ik bedankt voor het kijken naar deze update video. Hoop dat jullie het leuk vinden. En dat ik jullie weer iets kan bieden. In de zin. Want hè, alle gegrief en gecheat en gescheld en alles. Ik kon het gewoon niet meer bijhouden. Het was letterlijk dagelijks problemen. En het is niet leuk, omdat elke dag als je dan op je server komt, dan heb je weer kom je eigenlijk alleen maar nog maar voor de problemen oplossen. En dat verpesten het voor me. Dus bij deze de werelddownload van de werelddownload staat er ook download server 1.0. Kun je de wereld downloaden van de server die er was. Ze waren bezig met een hub en dergelijke. Als ik het me goed herinner, is er ook nog een Underkoen en oh, ik kom even niet op zijn naam. Combo Games, kijk. Kom er wel op zijn naam. Combo Games en Underkoen hebben ook voor mij een server hosting idee dingetje. Laat maar eventjes. Ik heb het opgeslagen. Ik weet niet hoe ver dat een publiek IP-adres / whitelist systeem is. Maar hun hebben een IP. Dus mochten ze dat hebben, misschien staat het in de comments dat ze dat publiekelijk willen plaatsen. Misschien zelfs in de comments. In de description box als ik daar neer mag zetten. Ik weet niet hoe ver dat publiek is bij hun uit. Maar ik weet wel dat die server wordt gerehost en dergelijke. Het is niet meer mijn server, maar hè, something close. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!